meteen opnieuw kasseien. En daar wil ik revanche nemen. Philippe Gilbert op kop van het peloton in de straten van Carignan. En voor Gilbert mogen ze vertrekken. En dan vertrekken ze ook nadat ze even door de straten van Carignan gereden zijn, kunnen ze beginnen te koersen. En koersen hebben ze gedaan. Van bij de start werd er gereden, een beetje om het warm te krijgen, maar ook... Lucas. Ik heb het niet los, dus. Ik heb het niet los.
Ja. Ja, zeker. Pas op, pas op, pas op. En hier zien we valpartij, opgenomen beelden, lijkt mij. Ja, dat is in dat peloton dat nu dat groepje van Stibar aan het opeten is. Stevige valpartij, daarnet gebeurd, net voor de live-uitzending begon. Met daar Vincent Dessy. Dit is Jelle Kant, de jongere broer van Sanne. 2 jaar jonger dan Sanne Kant. Hij ook gevallen, maar bij hem oké. Okay. Bij Vins in derde positie, dat is Gaudin van Direct Energie. En wie heb ik nog niet genoemd? Dat is Alex Kirsch voor Aquaprotect. Die alles of niets poging helemaal op het einde van Kuurne-Brussel-Kuurne nog probeerde om die pelotonspurt te ontlopen. Vermoten, die bleef daar nog het langst van over. En hier draaien we op naar de volgende kasseistrook. Naar die oplopende kasseistrook, naar de Côte de la Roquette. 500 meter, licht oplopend, kasseien en 2 sterren gekregen. Waar ja, sommige renners kloegen daar een beetje over dat het niet altijd moet werken, maar dat je het inderdaad moet op en af kunnen zetten. Stibar ook met diezelfde fiets. Ook hij aan het proberen om die fietsen even te testen nog eens voor Parijs-Roubaix. Nu, Philippe Gilbert heeft er natuurlijk nog nooit een... En ook als achtervolgers bijna aan hun beklimming. Met Van Kersbulk hier in laatste positie. Dat is Julien Duval. Er staat een wafelkraam naast staan, dus misschien maakt dat een beetje goed. En dat is die slechte strook waar we... En Terpstra die wil wel. Terpstra die wil wat goed maken na dat openingsweekend. Kreeg er ook, ja, verdoken open, een beetje kritiek van. Zijn er? Eigenlijk dat dat naar dinsdag is verschoven. En daarom heeft Jean-Luc Van den Broeke, de organisator, het ook gedaan. Hij dacht, dat kan wel eens ervoor zorgen dat er enkele toppers dit nog willen meepikken. En dat is vandaag zeker het geval, als je naar Quickstep kijkt.
Ja, nog achtervolgers waren net op 40 seconden, maar je ziet toch... En hier het peloton, maar je ziet lang gerekt en een jongen van Quickstep, jongen van Lotto Soudal, die kunnen zich nu laten meedrijven natuurlijk, want zij hebben vooraan twee jongens als je bij Quickstep zit, Terpstra en Gilbert, en één als je bij Lotto Soudal zit, dan heb je Tosh van der Zande voorin zitten. Lang gerekt peloton, wat daar nog van overblijft, want die Noord... dat we het materiaal op weg kunnen houden. Dus je ziet, zo'n test is altijd toch aan te raden. Hè, met... we koersen altijd, ja. La course, la plus. 50 seconden en hier moet hij wisselen. Ja, en dus gedaan met testen. Wordt op gang geduwd door Tom Steels. En Gilbert kan weer vertrekken. Maar de achterstand die hij intussen... op. Wagens die tot bij renners zijn geraakt. Ik vind een renner die pech heeft gehad, mag een klein beetje hulp hebben. Een geloste renner daarentegen natuurlijk is iets anders. Maar bij Gilbert was duidelijk materiaalpech. En dan is het leuk dat ook de collega's, ploegleiders... Hier ziet u de namen Guillaume van Kersbulk in het midden. Ja, vandaag denk ik. Een wedstrijd waar je ooit een keer goed gepresteerd hebt, ga je toch altijd iets meer vertrouwen terug naartoe. Omdat je weet dat hij dat toch u goed ligt. Dat zei Nicky Terpstra ook. Oh man, overgehouden, want ik heb zo koud gehad, nog nooit. Zelfs warm had, omdat ik echt niet meer zulke koud. En de podiumceremonie, zei hij, was er ook nog eens de boiler. Al het warm water was op, ze hadden het allemaal opgebruikt. En zo moest ik me ook nog eens douchen in koud water. Maar wel gewonnen en dat maakt dan natuurlijk veel goed. 33 seconden hier. Achteraan het peloton.
beetje afscheiding van de Quickstep, jongens. Van Gilbert, van Terpstra op kop en Godin, die is mee. Wie zijn we kwijt? Voorlopig Tosh van der Zanden zijn we kwijt. En Alexander Kirsch, die zijn we ook kwijt. Dus ze waren met 5 en ze hadden 2 op 5. Nu zijn ze met 3 en nu hebben ze 2 op 3. Goed gespeeld van de Quickstep Floor, jongens. En Gilbert doet teken. Kom, jongens, dit moeten we uitbuiten. Ja, misschien ook vanuit de wagen. Achter de moto daar. En nu moet Godin reageren met Terpstra in zijn wiel. Gilbert op 17,5 kilometer van de streep plaatst hij een eerste aanval in de kopgroep. En Terpstra in het wiel van Godin, ja, dat kunnen. En Terpstra zit al klaar. Hij gaat er gewoon zelf naartoe rijden, zonder Godin. En nu met z'n tweeën. Even roepen. Kom, Phil. Nu naar Gilbert, weer naar de kop uiteraard. Hij komt wel bij Gilbert, maar kan achter Nicky gaan rijden. Laten rijden, dat moet frustrerend zijn. Eigenlijk weten dat er iemand in je wiel nu zit uit te rusten om wanneer je er naartoe rijdt, het opnieuw te proberen. Ja, het is dezelfde afstand dat hij net op... Dit is de winnaar van dit jaar. Daar mogen we toch wel stilaan zeker van zijn. Nicky Terpstra, nog een laatste kasseistrook. De zwaarste misschien wel, maar nu gaat dat vlotjes. Hij is op weg naar... ...in Grand Prix Le Samin na 2016, nu ook 2018. 3 sterren deze strook, vooral het einde ligt er heel slecht bij. De bolle rug van de kasseien. Ik hoop dat hij vandaag rijdt en dat van de afgelopen 2 dagen in het openingsweekend gewoon even accident de parcours was, wat ook de oorzaak mag zijn, is niet meer belangrijk. Hij is wel degelijk in goede doen en ik denk dat hij daar meer, of dat dat voor hem belangrijker is. En Gilbert is weg van Godin. Dat was te verwachten. Godin zich helemaal kapot gereden in een poging. Hey, Philippe. Kunnen zitten en nu op weg naar de tweede plaats, Philippe Gilbert. Ook hij zal... aan deze Grand Prix Le Samin. Het materiaal getest, daar zal nog even over gepraat moeten worden. Niet helemaal duidelijk wat er juist aan de hand was. Maar daar dient natuurlijk deze repetitie, zullen we het noemen, voor. Maar hij wilde ook een resultaat rijden. En dat resultaat zal hij rijden. Een ploegmaat die wint en hij tweede... Lucas aan de kant. Lucas.
in Samijn voor Nicky Terpstra. Na 2016 wint Nicky Terpstra opnieuw de Grand Prix Le Samijn. En daar van achter zie je hem komen, Philippe Gilbert, met zijn tweeën. De winst voor Nicky Terpstra en de tweede plaats voor Philippe Gilbert. Prachtige wedstrijd van Quickstep Floors en een deugddoende zegen voor. Goede koers ook gereden, materiaal getest, lichaam getest. En hij voelt dat het goed zit voor zijn droom. Milaan Sanremo en Parijs-Roubaix ontbreken nog op zijn lijstje van de monumenten. De ploegmaats met zijn tweeën waren natuurlijk. En dan heel mooi naar de derde plaats. En als je hem over zijn stuur gebogen ziet, dat was toch met de laatste dagjes langer in België te blijven. Proficiat, zie je Philippe Gilbert zeggen met een verschrikking zo koud. Ja, gelukkig hebben we goed doorgetrapt de driekwart van de koers om warm te blijven. Maar zeker nu, het kost energie en het is hier ijskoud in die tent. Dus ja, verschrikkelijk. Hoe dan ook het ploegenspel perfect afgerond, Nicky? Ja, gelukkig wel. Want ik heb het wel eens anders meegemaakt als we met veel man van voren zaten. Maar nu ging... We waren sterk genoeg en de tactiek was goed. Dus top dag. Ga je maar snel verwarmen, dank je. Alsjeblieft, hoe extreem was dit? En ben je een beetje ontgoocheld dat je toch niet hebt kunnen winnen? Nee, ik ben gewoon blij dat de koers over is. Maakt niet uit, uitslag, maar dat was echt zwaar. En ik heb echt veel last van mijn ogen. Ik zie niks niet meer. Ik denk door koude lucht zo. En het is echt pijnlijk. Ja. Het ploegenspel ronden jullie wel perfect af, hè, Philippe? Ja, maar